Heel hartelijk welkom bij de installatiebijeenkomst van de nieuwe leden van de Jonge Academie. Allereerst natuurlijk de 10 nieuwe leden. Hun familie, hun leidinggevende, collega's, leuk dat u kijkt. Hartelijk welkom ook aan de leden van de Jonge Academie. De leden van de KNW, medewerkers van de instituten als ze meekijken. En een bijzonder hartelijk welkom aan Ineke Sluiter en Herman Paul, die ons vanmiddag terzijde zullen staan bij deze installatiebijeenkomst. Ik wil u kort meenemen naar het einde van de 12e eeuw, begin van de 13e eeuw. In die tijd gebeurden er interessante dingen. Er werden twee grote kloosterordes gesticht. De ene orde door Domingo de Guzman, iemand uit Noord-Spanje. De orde van de predikers, of Dominicanen. En hoe dat allemaal begon, Dominicus was op een gegeven moment op doorreis richting Denemarken om daar een prinses op te halen voor koning Alfons, wat uiteindelijk niet doorging. Maar hij overnachtte daar destijds in een herberg en de waard van die herberg bleek een albigenser, een kathaar te zijn. Een ketter dus, volgens de officiële katholieke leer. Nou, het verhaal gaat dat Dominicus toen de hele nacht heeft zitten argumenteren en discussiëren met die waard en hem aan het eind van de nacht bekeerd heeft tot het katholieke geloof. Die ervaring vormde voor hem de inspiratie voor het stichten van een kloosterorde, de orde van de predikers, van de Dominicanen. En daarin draait alles dus om het uitleggen, verdedigen van het geloof, met argumenten, met theorieën, met principes. Een andere kloosterorde, van de Franciscanen, kent een heel ander oorsprongsverhaal. Dus daar gaat het om Sint Franciscus van Assisi, de huidige paus is naar hem vernoemd. En Franciscus van Assisi was de zoon van een rijke koopman die een feestend vrolijk leven leidde, totdat hij begin 20 behoorlijk ziek werd. Een poos op een ziekbed heeft gelegen en daar bijzonder intense religieuze visioenen kreeg. Onder andere van een Christusfiguur die hem vanaf een crucifix toesprak en zei: Franciscus, jij moet mijn kerk gaan herbouwen. Nou, dat leidde er bij hem toe dat hij een radicaal leven in armoede ging leiden, het evangelie ging verkondigen aan de dieren. En dat trok zoveel mensen aan die persoonlijk door hem geïnspireerd waren, dat dit vrij snel tot een nieuwe kloosterorde leidde, die uiteindelijk ook door de paus officieel werd goedgekeurd. Waarom begin ik hier nu over? In deze twee kloosterordes zit eigenlijk twee verschillende manieren van overtuigen. Dus de ene manier via argumenten, algemene principes, redenen geven. De andere via persoonlijke inspiratie, via relatie, via ontmoeting. Nou, nu even terug naar nu. Voor mijn gevoel staat wetenschap in Nederland op dit moment op een kruispunt. Dus we hebben de afgelopen weken, maanden allerlei signalen gekregen die de goede kant op lijken te wijzen. Dus er is al lang actie gevoerd voor meer geld voor de wetenschap door de Kenniscoalitie, die een heel mooi voorstel heeft neergelegd voor het nieuwe kabinet om meer te gaan investeren. Een groeipad richting 3% van het bruto nationaal product voor onderzoek en innovatie. De adviseurs van PricewaterhouseCoopers hebben onlangs de minister, demissionair minister, voorgerekend dat het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland 1,1 miljard extra nodig heeft. WO in actie en andere partijen uit het veld hebben daar al een poos actie voor gevoerd. Dus de bal ligt eigenlijk op de stip. Op 6 april is er nog een nationale actiedag waarop wetenschappers hier nog eens een keer actie voor zullen gaan voeren. Dat het water ons echt aan de lippen staat en dat er meer financiering nodig is. Niet voor de luxe, maar gewoon om ons werk goed te kunnen doen. Dus dat is allemaal goed. Tegelijkertijd, als we de verkiezingen van afgelopen week bekijken en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zie ik ook een verontrustende ontwikkeling. Namelijk een, in mijn ogen, groeiende groep Nederlanders die wetenschap wantrouwt. Wetenschap soms zelfs afwijst en in complottheorieën gelooft, maar in ieder geval toch een soort a priori wantrouwen heeft tegen wetenschap, tegen theoretisch opgeleide mensen, tegen wetenschappers. En dat baart me ook wel zorgen. En ik denk eigenlijk, om die groep beter te bereiken, dus een hele grote groep in Nederland, hebben we niet zozeer meer argumenten en principes en redenen nodig. Nee, daar moeten we als wetenschappers het ook ons aantrekken dat we die mensen eigenlijk gewoon niet goed weten te bereiken. We moeten op zoek naar manieren om die mensen te ontmoeten en ze te inspireren. Dus daar hebben we misschien wel meer die Franciscaanse benadering dan die Dominicaanse benadering voor nodig. Nou, bij de Jonge Academie, want ik wil graag ook even vertellen wie wij eigenlijk zijn. Bij de Jonge Academie doen wij verschillende dingen. U weet misschien, we zijn een platform van 50 jonge wetenschappers onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. We zijn onafhankelijk, we kiezen elk jaar 10 nieuwe leden, elk jaar vertrekken er ook 10. Daarom zijn we hier vandaag bij elkaar.
We hebben 4 trajecten. Een van de trajecten is wetenschap en maatschappij. En ondanks de coronacrisis is er dit jaar toch weer van alles gebeurd. En 2 projecten wil ik heel kort hier even noemen die eraan zitten te komen. Het ene project dat heet Lil Scientist. Daar proberen we samen met de weekendscholen met kinderen die vaak uit kansarme omgevingen komen, samen wetenschap te doen. Dus ze niet alleen te vertellen over wetenschap, maar ze gewoon persoonlijk te inspireren en te laten zien, zo werkt wetenschap, zo kun je dat doen. Dus ze gaan gewoon meedoen met dat onderzoek. Nou, een prachtig project wat eraan zit te komen. Andere mensen zijn bezig met het project Zin in een goed gesprek, waarin we eigenlijk in buurthuizen, overal in Nederland, gewoon willen gaan praten met de mensen die daar zin in hebben, om onze passie voor wetenschap, ons enthousiasme daarover te delen. Dus dat is wetenschap en maatschappij. Een tweede traject is wetenschapsbeleid. Daar zijn we proberen ons ook mee te bemoeien. Daar zijn we volop bezig geweest het afgelopen jaar met de discussie over anders erkennen en waarderen. Dus we hebben een rapport geschreven, Goed voorbeeld doet goed volgen, waarin we ook persoonlijke verhalen vertellen van mensen die een niet standaard carrièrepad hebben bewandeld door de universiteit. Om te laten zien, zo kan het ook. We hebben natuurlijk ons geprobeerd hard te maken voor de jonge onderzoekers die door de coronacrisis zoveel vertraging hebben opgelopen en die dreigen vast te lopen. De promovendi, de postdocs die niet in hun laboratoria konden, die niet naar hun archieven konden en die daardoor hun hele onderzoeksprojecten hebben moeten omgooien of hebben moeten stilzetten. Ontzettend belangrijk. En we zijn dan ook heel blij dat er nu door de minister alsnog steun is toegezegd, juist voor die vertraging. Internationalisering, een derde traject. Daar gebeurt ook van alles. En één ding wat ik even hier wil noemen is de oprichting van JASAS, een adviesorgaan op Europees niveau, waar jonge wetenschappers zich hebben verenigd vanuit alle nationale jonge academies om wetenschapsadvies aan Europese politici te geven. Heel blij dat we daarin kunnen meedoen. En het laatste tracé dat we hebben is inhoud en interdisciplinariteit. En daar zijn we het afgelopen jaar eigenlijk gewoon volop bezig geweest om onder elkaar symposia te organiseren, om elkaar gewoon te blijven vertellen over ons onderzoek. Want dat is uiteindelijk toch de reden waarom we allemaal bij de Jonge Academie zitten. Omdat we enthousiast zijn over wetenschap. Goed, genoeg over onszelf. Wat gaan we vanmiddag doen? Nou, we gaan de nieuwe leden installeren, uiteraard. Daarom zijn we hier bij elkaar. Dat gaat Ineke Sluiter straks doen met ons, is hier al aanwezig. We gaan die leden ook aan u voorstellen. En daarvoor geef ik zometeen Herman Paul het woord. Herman Paul is alumnus van de Jonge Academie, is hoogleraar geschiedenis van de geesteswetenschappen in Leiden. En hij gaat ons zometeen door die kennismaking leiden, door ze allemaal vragen te stellen. En de filmpjes aan u te laten zien die ze zelf hebben gemaakt. Halverwege die kennismaking komt er nog een kort intermezzo van de lichting die afscheid neemt. Dan gaan we door en aan het eind gaan we ceremonieel de nieuwe leden installeren en daarna nog afscheid nemen van de lichting 2016. En daarna sluiten we af. Ik geef nu graag eerst Ineke Sluiter, president van de KNW, het woord om u ook welkom te heten. Ineke. Dames en heren, goedemiddag. Ik ben heel blij dat ik ook een kort woord tot u mag richten namens het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dit is altijd een van de hoogtepunten van ons jaar, de installatie van de nieuwe leden van de Jonge Academie. Een heel belangrijke groep binnen de grote koepel van de KNAW. De KNAW bestaat uit het genootschap. Dat is zeg maar het team NL van de Nederlandse wetenschap. Het is een excellente groep geleerden die samen alle domeinen en terreinen van de wetenschap in Nederland bestrijken. Maar onder de KNAW, onder die koepel, resorteren ook de Jonge Academie en de Academie van Kunsten. Die laatste gaan we het nu niet over hebben, maar als het genootschap het team NL van de Nederlandse wetenschap is, dan is de Jonge Academie misschien Jong Oranje. En je moet wel al die leeftijdscategorieën een klein beetje opschuiven. Het is beslist niet zo dat hier piepjonge geleerden zo dadelijk geïnstalleerd worden. Het zijn allemaal mensen die, denk ik, hun voetbalcarrière al kunnen vergeten qua leeftijd, maar die wetenschappelijk echt in een enorme opbouwfase zitten. We zijn heel erg blij met die groep, omdat zij bij uitstek belichamen wat het kan betekenen om wetenschapper te zijn, in de volle diversiteit van disciplines en van achtergronden. Dus dat is erg belangrijk. Die stem is heel belangrijk. Het belang dat de KNAW hecht aan jonge wetenschappers wordt daarmee nog eens onderstreept. Hoe belangrijk die stem is, zien we de laatste dagen ook in de actualiteit.
U kent het verhaal van de intimidatie van een jonge historica in Leiden die een sticker op de deur geplakt vindt van haar huisadres, waar staat dat deze locatie geobserveerd wordt met de naam van een organisatie die op zichzelf ook een zekere dreiging inhoudt. Ik herhaal de naam hier niet, want gratis reclame is voor dat soort organisaties niet gepast. Maar het onderdrukken van de stem van een vrije wetenschapper, dat is een buitengewoon ernstige zaak. En ik ben blij dat in de Jonge Academie een groep jonge geleerden opstaat die vol stem kan geven aan het belang van de wetenschap en ook jonge wetenschappers promoot. Dat is heel erg belangrijk. De groep die vandaag geïnstalleerd wordt wil ik alvast van harte feliciteren. Daar is een uitvoerige selectie aan vooraf gegaan. Dus dat wil echt iets zeggen over de kwaliteit en samenstelling van deze groep. Ik ben blij dat ik aan het eind van deze bijeenkomst even mag terugkomen om ook officieel een installatiehandeling te verrichten. Maar voor nu wens ik u een buitengewoon prettige en boeiende kennismaking met deze groep en alvast van harte geluk gewenst. Dank u wel. Dames en heren, de officiële installatie is voorzien voor het einde van de middag, als Ineke Sluiter de 10 nieuwe leden met een rake klap op de gong officieel binnen de muren van dit gebouw zal binnenhalen. Maar eerst, wie zijn die nieuwe leden eigenlijk? Waar houden ze zich mee bezig? En wat zijn hun plannen voor de Jonge Academie? Zo dadelijk stellen ze zich aan u voor. In een filmpje, vanuit hun huiskamer of vanaf hun werkplek. Waarna ik met ieder van hen nog even doorpraat. De komende 25 minuten zijn voor de eerste 5 nieuwe leden. Te beginnen met Marjolein Bol. In het verleden probeerden ambachtslieden objecten te maken waarvan ze hoopten dat deze meerdere generaties zouden overstijgen. Ze bewerkten hiervoor de hardste stenen of smolten metalen om daar ijzersterke legeringen van te maken. Ook onderzochten ze de permanentie van kleurstoffen en pigmenten. Maar waarom deden ze dit? En waarom wilden opdrachtgevers nu eigenlijk dit soort objecten bezitten? Dit zijn de vragen waarmee ik mij bezighoud binnen mijn onderzoek naar de geschiedenis van duurzaamheid in de kunst. Deze vragen zijn verrassend actueel. Binnen de context van onze huidige klimaatcrisis bijvoorbeeld zijn verschillende wetenschapsgebieden bezig om nieuwe duurzame materialen te ontwikkelen. Kan bijvoorbeeld een materiaal dat zichzelf kan herstellen ervoor zorgen dat we onze telefoons langer kunnen gebruiken en daardoor de productie van telefoons een minder grote impact op het milieu heeft? Maar hoe overtuig je iemand ervan zo'n object ook daadwerkelijk lang te willen gebruiken? Hiervoor is alleen een lang levend materiaal niet genoeg. Denk bijvoorbeeld aan goud. Goud is enorm duurzaam als materiaal. Maar het is ook kostbaar en je kunt het smelten. En hierdoor is een object gemaakt van goud cultureel fragiel. Want je kunt er opnieuw iets anders van maken. Ik denk dat de oplossingen die kunstenaars en opdrachtgevers in het verleden bedachten om objecten een lang leven te geven, ons kunnen inspireren bij het bedenken van nieuwe oplossingen die in onze huidige maatschappij passen. Om de grote vragen die horen bij de klimaatcrisis en andere maatschappelijke kwesties op te lossen, is het belangrijk dat verschillende wetenschapsgebieden, hedendaagse kunstenaars en designers en natuurlijk de maatschappij zelf samenwerken. En de Jonge Academie, in samenwerking met de Academie van de Kunsten, is het ideale platform om landelijk en politiek draagvlak te creëren voor dit soort samenwerkingen. En ik zie ernaar uit om mij als lid van de Jonge Academie hier de komende jaren voor in te gaan zetten. Dankjewel Marjolein. Je legt een fascinerende link tussen moderne smartphones en oude ambachtslieden. En je zegt dat hun manier om objecten een lang leven te geven ook ons vandaag de dag zou kunnen inspireren. En ik vroeg me af, waar moet ik dan concreet aan denken? Heb je een voorbeeld? Goede vraag. Um, wat,
wat zijn dat dan concreet voor dingen? Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan hele lange geschiedenis, waarbij eigenlijk objecten om allerlei verschillende redenen gekoesterd werden. En op basis daarvan, en dat is vooral een westerse geschiedenis moet ik zeggen, in ieder geval die ik bestudeer, is eigenlijk ook, zijn allerlei ideeën over cultureel erfgoed ontstaan en over hoe je dat soort objecten ook institutioneel moet bewaren. Hiernaast is het natuurlijk ook zo dat je bijvoorbeeld, nou ja, als je het wat persoonlijker zou maken, dan kun je ook denken aan bijvoorbeeld iets waarderen zoals een fotoalbum of een sieraad dat ooit van je familie is geweest. Dat zul je niet zo snel vervangen door iets anders. En ik denk dat in het verleden heel vaak gebruiksvoorwerpen dit soort meer sociaal-culturele connotaties hadden. En die zouden ook een tegenwicht kunnen bieden tegen de wegwerpmaatschappij, zoals het ook wel eens genoemd wordt, hoe we nu vaak met objecten omgaan. Dus een misschien een leuk voorbeeld is ook een paar sneakers die misschien normaal vies worden of zo. Maar als je ze dan draagt, dan ontstaat er een bepaald patroon dat eigenlijk heel mooi is. En dat komt eigenlijk door het vuil dat op die sneaker verzameld wordt. En daardoor zou je ze dus eigenlijk nog langer willen dragen. Dus eigenlijk ook hoe iets oud en gebruikt ook op die manier weer in waarde kan toenemen. Ja, ik hoor je zeggen dat de sleutel ook eigenlijk in de betekenisgeving ligt. Absoluut. Als tegenwicht tegen de wegwerpmaatschappij. Ik heb nog een andere vraag. Als je het hebt over de Jonge Academie en de plannen die je hier wilt realiseren, dan noem je de Academie van de Kunsten. Omdat je kunstenaars ook voor hen een rol ziet in het anticiperen op klimaatcatastrofes. Waar moet ik aan denken? Hoe zie je dat concreet voor je? Ja, dat is natuurlijk een gigantisch onderwerp. En ik denk dat veel kunstenaars en designers daar eigenlijk ook al mee bezig zijn. En ik denk dat de geschiedenis van materiaal en techniek, en dan met name in mijn geval ook de kunstgeschiedenis van materiaal en techniek, ook heel veel ingang biedt om op een andere manier, denk ik, na te denken over die klimaatcrisis en wat we daarmee zouden kunnen of moeten. En ik zie kunstenaars uit het verleden een beetje als futurers of als toekomstdenkers. Omdat ze natuurlijk moesten bedenken hoe die objecten dan zo lang bewaard konden blijven. En ik denk dat kunstenaars en designers dat vandaag de dag ook nog heel erg nog steeds zijn. En heel vaak op een creatieve manier bezig zijn met het bedenken van nieuwe toekomstperspectieven. En ja, dat lijkt me heel mooi om een soort van met de kennis die ik heb van het verleden te proberen een verband, een link te zoeken eigenlijk met waar kunstenaars en designers vandaag de dag mee bezig zijn. Dankjewel Marjolein. We gaan door met het tweede nieuwe lid, Shari Boots. Mijn onderzoek kan omschreven worden als tekstarcheologie. Ik onderzoek het fysieke leven van teksten uit de oudheid en middeleeuwen. Dus hoe ze met de hand gekopieerd werden van kopie naar kopie en veranderden. En de grote vraag die mijn onderzoek stuurt is, welke factoren bepalen nu of een tekst populair is, bewaard is gebleven of vergeten? En hoe is elke kopieist in feite een filter voor alle lezers daarna, tot op vandaag? Wat ik zo fantastisch vind aan middeleeuwse manuscripten bestuderen, is het feit dat je rechtstreeks heel tastbaar in contact komt met lezers uit het verleden. Iemand heeft tijd en geld geïnvesteerd om deze tekst en precies deze te bewaren en door te geven. Het is in dat opzicht enigszins ironisch dat ik tegenwoordig nauwelijks nog echte manuscripten in mijn handen heb, maar veel meer met databases en grote datasets aan het werk ga.
Mijn onderzoek lijkt heel tijdsgebonden, maar eigenlijk is het dat niet. Ook vandaag hebben we best moeite om fake news van echt te onderscheiden. En is het enorm belangrijk dat we kritisch zijn over waarom informatie ons bereikt en hoe die ons bereikt. In zekere zin zijn middeleeuwse kopiisten niet zo verschillend in dat opzicht van de algoritmes die onze social media feeds bepalen. Ik probeer de laatste tijd een beetje in de voetsporen te treden van de middeleeuwse auteurs die ik bestudeer. Auteurs die vaak hun hele leven aan een project aan het werken zijn. Ik probeer die houding te omarmen door minder snel te willen publiceren, maar meer te bouwen aan iets groots, iets duurzaams. Stapje voor stapje, zonder het meteen af te willen hebben. Binnen de Jonge Academie wil ik pleiten voor een nieuw systeem van onderzoeksfinanciering, waarbij het draait om teams, om samenwerkingsverbanden, eerder dan om de principal investigator. Ik denk dat het de academie als geheel alleen maar ten goede kan komen als we ook beloond worden voor samenwerking en niet alleen voor competitie. Shari, ik hoor jou iets zeggen over grote datasets, maar ook over contact met lezers uit het verleden. En in je filmpje neem je ons zelfs mee naar de ruïne van wat eruit ziet als een kapel. Hoe belangrijk is die historische sensatie voor jou? Dat gevoel dat je het verleden kan aanraken? Dat is zeker en vast een van de redenen dat ik mijn onderzoek ben gaan doen. Het idee van mysteries uit het verleden op te lossen en van in contact te komen met wat mensen bewoog in het verleden. Maar ik ben aan het ontdekken dat er best heel niet tastbare of niet erg met de objecten zelf bezig zijn manieren zijn om dat verleden toch ook weer tot leven te brengen. En dat is de weg die ik nu een beetje met mijn onderzoek ben ingeslagen. Dus om heel veel data bij elkaar te brengen die samen toch ook echt een verhaal kunnen vertellen en proberen om die gaten die er altijd zijn in onze kennis op die manier een beetje te gaan invullen. Ja, ze hebben elkaar nodig. Wat mij raakt is dat je zegt, ik wil eigenlijk minder haastig gaan werken. Ik wil proberen iets duurzaams neer te zetten. Wat betekent dat nou concreet? Dat jij probeert een oeuvre te schrijven in plaats van losse papers bijvoorbeeld? In mijn specifieke situatie betekent het concreet dat ik probeer om in plaats van een heleboel kleine case studies, zo losse papers zoals je zegt te publiceren, probeer ik nu iets te bouwen waar andere onderzoekers mee aan de slag kunnen. Dus een manier om mensen, onderzoekers bij elkaar te brengen en veel data op één plek te verzamelen, zodat we grotere vragen kunnen gaan stellen. Maar dat kost vanzelfsprekend veel meer tijd dan één case study met een heel voorlopig resultaat. Dus ik ben in dat opzicht heel geprivilegeerd dat ik nu de kans heb om zoiets te bouwen. En ik hoop om meer van dat soort kansen te creëren binnen mijn veld naar de toekomst toe. Heel mooi, dankjewel. Als we iets nodig hebben, dan is het duurzame wetenschap inderdaad. We gaan een sprong maken van middeleeuwse teksten naar pedagogiek. De beurt is aan Eddy Brummelman. Ik ben ontwikkelingspsycholoog en ik doe onderzoek naar het zelfbeeld van kinderen. Dit is ons familielab en hier brengen we veel van onze tijd door als we onderzoek doen naar oude-kindinteracties. Hier zie je bijvoorbeeld een podium. Hier doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van complimenten op kinderen. We vragen kinderen eerst om zich aan te kleden met mooie jasjes en kroontjes. Vervolgens vragen we ze om op het podium te gaan staan en op het podium het liedje te zingen dat zij leuk vinden. En wat we vervolgens doen is bijvoorbeeld kinderen bepaalde complimenten geven. Onderzoeken wat voor effecten die complimenten hebben op het zelfbeeld van kinderen, maar ook op hun fysiologische reacties op het moment dat ze die complimenten ontvangen. Mijn onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat het overmatig prijzen en op een voetstuk zetten van kinderen kan leiden tot onzekerheid bij sommige kinderen, maar bij andere kinderen juist tot een opgeblazen of narcistisch zelfbeeld.
En op dit moment doe ik onderzoek naar de rol die het zelfbeeld van kinderen speelt in ongelijkheid. Dus hoe de sociale klasse waarin kinderen opgroeien verankerd kan raken in hun zelfbeeld. Wat ik hoop dat mijn onderzoek kan doen is bijdragen aan een samenleving waarin kinderen gelijke kansen krijgen. Waarin de wieg waarin ze worden geboren minder bepalend is voor hun succes in het leven. Nou, wat ik eigenlijk het meest fascinerend vind in mijn vakgebied is dat kinderen als kleine wetenschappers ter wereld komen. Dat ze enorm nieuwsgierig zijn, dat ze hypothesen vormen over hoe de wereld werkt. Dat ze deze hypothese herzien in het licht van nieuwe ervaringen. Dat ze, wanneer ze iets proberen op te lossen en het zit even tegen, dat ze blijven doorzetten. Als ze iets hebben ontdekt, dat ze niks liever willen dan deze ontdekking delen met de anderen. Wat ik als lid van de Jonge Academie graag wil doen, is bijdragen aan een wetenschap waarin elke student, elke docent en elke onderzoeker een gelijke kans heeft om te slagen. Wetenschap is niets meer dan een methode, een manier van denken. En toch praten we soms over de wetenschap alsof het alleen voor echte wetenschappers is weggelegd. En deze nadruk op individuele excellentie creëert de illusie dat sommige mensen geboren zijn als echte wetenschappers en anderen niet. En dat is niet alleen onwaar, maar is ook schadelijk, omdat het leidt tot ongelijkheid. Want hoe meer nadruk wij leggen op die individuele excellentie, hoe meer mensen uit ondervertegenwoordigde groepen afhaken in de wetenschap. En ik vind dus dat we deze nadruk op die individuele excellentie zo snel mogelijk achter ons moeten laten. Eddie, als het overmatig prijzen van kinderen leidt ofwel tot narcisme ofwel tot onzekerheid, dan vraag ik me af, hoe zit dat eigenlijk bij wetenschappers? Wat gebeurt er met hun zelfbeeld als ze een grote onderzoekssubsidie krijgen, met alle toeters en bellen die daar tegenwoordig bij horen? Heb je daar ideeën over? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En ik denk dat het verrassend veel lijkt op wat er gebeurt met kinderen, helaas. Ik weet van collega's, sommigen kunnen er heel angstig van worden, omdat ze bang zijn als ze succes hebben, dat ze dat voortdurend moeten hebben. En dat ze moeten blijven bewijzen dat ze het in stand kunnen houden. En andere mensen worden daar misschien wat meer opgeblazen, misschien zelfs een beetje narcistisch van, vooral als ze groeien in status. Dus ik denk dat dezelfde dingen die wij eigenlijk bij kinderen van 7 jaar zien, dat je die ook in de wetenschap terugziet bij volwassenen. Ons zelfbeeld is op volwassen leeftijd nog niet zo gestabiliseerd dat wij immuun zijn voor de teleurstelling die komt van steeds achter het net vissen of de veren op ons hoed die we krijgen als we succes hebben. Nee, ik vrees van niet. Ik had zelf ook gehoopt dat met de leeftijd je wat weerbaarder zou worden. Maar ik denk dat het tegenvalt. In die zin denk ik dat wij net als kinderen ook onszelf willen blijven bijstellen op basis van nieuwe ervaringen. En ik denk zeker dat je als volwassene anders naar jezelf kunt leren kijken op basis van nieuwe ervaringen. Dan over die individuele excellentie. Het is één ding om te zeggen dat we daarvan af moeten. Maar natuurlijk een tweede om je voor te stellen welke stappen we daar dan concreet in zouden kunnen zetten. Wat voor ideeën heb je daarover? Ja, dat is heel moeilijk. Want aan de ene kant, we willen natuurlijk wel elkaar blijven beoordelen op de kwaliteit van ons werk. Maar ik denk dat daar misschien meer de nadruk op mag komen te liggen. Dat we mensen misschien minder moeten beoordelen op hoe excellent ze zijn of overkomen als individu. En dat we meer op de inhoud moeten gaan focussen. En dat kan in hele kleine dingen zitten, zoals bijvoorbeeld de specifieke bewoording die we gebruiken in wat voor mensen we zoeken bij een bepaalde vacature. Of de criteria op basis van waarvan we mensen bevorderen binnen een universiteit. Of criteria op basis van waarvan wij collega-wetenschappers beoordelen voor subsidieaanvragen. Dankjewel, Eddie. Wij gaan door met het volgende nieuwe lid, Sandy Vess. When people at birthday parties ask me what's your research about, I often tell them that I build microscopes. Then they ask, oh, electron microscope, that's interesting. I have to disappoint them and say, no, I just make an optical microscope, but at the same time, I try to make these microscopes sensitive to the movement of electrons. It is nowadays quite common to see single molecules under optical microscopes. What I'm trying to achieve in our lab is to use these molecules as sensors for the electrons that come to their surrounding, as if the electrons and molecules are performing a dance. Sometimes I say jokingly that I want to be the molecule's choreographer. So yes, I'm building microscopes.
There is a story about Joseph John Thomson, who discovered electrons, that he raised a toast to the useless electron just after receiving his Nobel Prize for that discovery, assuming that his research will never be useful to normal people. The favorite part of this story for me is actually one of the instruments that Thomson was using in his lab, the cathode ray tube. It was only decades later that millions and millions of people were gazing at this device for several hours a day to watch TV. My internal drive as a physicist is to build a device, a tool, or discover something that one day at least a million people will use it. And I think open science will help me come closer to this dream. My mental sense of safety to dream like this was heavily disrupted in 2018 after reading the special report 1.5 of the IPCC. It was a bit as if you're traveling in a bus and enjoying the scenery of the road, and suddenly you realize the driver is paralyzed because of a stroke. I often ask myself why so many knowledgeable people watched us getting so close to the danger zone and did so little. The gap between the knowledge and collective action is still very large, even inside the academic community. At the Young Academy, I want to explore the origin of this gap and try to make this gap smaller. I'm convinced that only by working together across disciplines, one can avoid the catastrophic consequences of climate change. The Young Academy is for me like a forum to put our minds together and make a plan for action. Sandy, ik hoor jou eigenlijk twee dingen zeggen. Dat klimaatverandering het grote thema is waarover we met elkaar moeten nadenken. Maar ook dat jij met jouw microscopie een verschil wil maken voor tenminste 1 miljoen mensen. Hoe hangen die dingen met elkaar samen? Zijn dat twee sporen in jouw bestaan als wetenschapper? Of komen die samen in de Jonge Academie? Ja, eigenlijk zijn twee verschillende soorten. Voor 2018, dat was ook mijn eerste drive om wat te doen dat heel veel mensen gaan gebruiken. Maar als ik dat rapport lees en ook die gevolgen zie, ik zeg dat ja, misschien voor 10 jaar kan ik al gewoon even op stop zetten. Omdat in mijn contract met de maatschappij die mij steunt voor deze vrijheid, ik zeg dat ja, ik doe dingen dat voor jullie nuttig zijn. En ik vrees dat ja, als ik niks doe, dan in 10, 20 jaar dan mijn microscoop of kan niet nuttig zijn als ik wil. Ja. Hoe belangrijk denk je dat het is om als wetenschappers niet alleen na te denken over klimaatverandering en de bedreigingen daarvan, maar ook zelf als wetenschappers te zoeken naar een meer duurzame, groenere manier van wetenschap bedrijven, met minder congressen, minder vliegreizen, dat soort thema's? Ja, dat is zeker belangrijk, maar het is gewoon alleen een deel van die acties dat we kunnen nemen. Eigenlijk de draagvlak van de wetenschappers is niet met hun persoonlijke acties, maar ja, die hele maatschappij, politiek, de samenleving kijkt als wetenschappers of wat ze zeggen. En hoe erg de wetenschappers deze vinden, komt terug ook in de maatschappij. En ik denk dat daar belangrijk is, in die adviezen dat we geven, in de acties we nemen en ook in de onderzoeken dat we kiezen om te doen. Dit laten zien dat hoe erg wij dat vinden, als dat hier zo is. Ja, dus zoals Jeroen aan het begin van deze bijeenkomst zei, we hebben zowel de Dominicanen als de Franciscanen nodig. Het woord en het voorbeeld. Sandy, dankjewel. Het vijfde nieuwe lid dat zich voorstelt is Carolien van Ham. Hallo, ik ben Carolien van Ham. Ik ben hoogleraar empirisch politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mijn onderzoek gaat over democratie en autocratie. En daarbij kijk ik eigenlijk naar twee dingen. Ik kijk naar of mensen tevreden zijn met de democratie en wat voor soort democratie ze dan willen. En ik kijk ook naar wanneer mensen eigenlijk liever een dictatuur zouden willen. Dus onder welke omstandigheden veranderen mensen van mening daarover. Een ander onderwerp waar ik naar kijk is fraude bij verkiezingen.
En dat wordt steeds relevanter, zoals we hebben gezien in de afgelopen Amerikaanse verkiezingen. En het speelt ook nu bij de aankomende Nederlandse verkiezingen. Wat me fascineert als wetenschapper, en dat heeft eigenlijk mee te maken dat ik toen ik klein was in veel verschillende landen in het buitenland heb gewoond, ook in dictaturen, is dat mensen zo anders naar de wereld kunnen kijken. Dus dat de bestormers van het kapitool dachten dat zij de democratie aan het verdedigen waren. En dus hebben ze een ander idee in hun hoofd wat democratie is. Hoe komen mensen op die ideeën? Waarom kijken ze op die manier naar de wereld? En wat kunnen we doen om een systeem te maken waarin iedereen aan bod komt en iedereen zijn zegje kan doen? Dus een democratie waarin iedereen ook echt meedoet. Wat ik bij de Jonge Academie wil gaan doen is twee dingen. Ik wil samen met kunstenaars en burgers en leden van de Jonge Academie een nieuwe vorm van democratie gaan ontwerpen in een soort van hackathon. Dat noemen we Democracy Hack. En daarnaast wil ik ook met Europese collega's, met Europese jonge academies gaan kijken naar wat we kunnen doen om academische vrijheid beter te beschermen in Europa. Een van de dingen die ik bij de Jonge Academie wil doen is ook jongeren en kinderen in contact brengen met wetenschap. Dan met name door met de weekendschool te gaan samenwerken en eens te kijken of we jongeren zelf onderzoek kunnen laten doen in hun eigen wijk. Om mensen te bevragen wat ze vinden van democratie en hoe hun ideale samenleving eruit ziet. Het idee is dat dan jongeren kennis maken met wetenschap en wat onderzoek doen. Carolien, er was een tijd, zo rond de val van de muur, dat politicologen optimistisch riepen, de democratie, die kan niet meer stuk. Maar van zulk optimisme proef ik bij jou niet zoveel. Prominent in jouw boekenkast zagen we net op het filmpje staat een boek, The Life and Death of Democracy. Blijkbaar kunnen democratieën ook teloor gaan. En daarom mijn vraag aan jou, hoe optimistisch of hoe bezorgd ben jij over de toekomst van de democratie? Ah, dat is een goede vraag. Ik ben van nature een optimist, dus zelfs als het tegen zit, dan denk ik nog dat het goed gaat komen. Maar als je nu kijkt naar ontwikkelingen in gevestigde democratieën, dan moeten we toch wel concluderen inderdaad dat we zelfs in landen waarvan we dachten dat de democratie echt heel stabiel was, zoals de VS, maar ook in Nederland denk ik, waakzaam moeten zijn en het gesprek aan moeten gaan met groepen die zich buitengesloten voelen. Waakzaamheid? Kan hier nog wel over uitweiden, maar... Ja. Je stelt ook iets voor in je filmpje, misschien een vorm van waakzaamheid, namelijk een democracy hack, waarin je mensen wilt laten nadenken over nieuwe vormen van democratie. Ik ben gewoon heel benieuwd, hoe ziet zo'n hackathon eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een goede vraag. Het lijkt me gewoon heel erg leuk om hier met burgers over na te denken, met kunstenaars over na te denken en uit verschillende disciplines. Je ziet eigenlijk dat vooral vanuit de techwereld, dus bijvoorbeeld Google heeft Fluid Democracy ontworpen, dat er allerlei nieuwe ideeën zijn over hoe we democratie anders kunnen inrichten. En ik denk dat het heel leuk zou zijn om daar verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. En gegeven waar we het net over hadden, moet je dan natuurlijk ook burgers betrekken. En dan met name de burgers die niet zo tevreden zijn over hoe het nu gaat. Om eens te kijken of kunnen we misschien een nieuw soort systeem ontwerpen. En eigenlijk is het idee wat je met hackathons doet, is dat je dan een heel weekend bij elkaar zit en een aantal guiding questions krijgt en daar dan dus met elkaar aan gaat werken om ook daadwerkelijk aan het einde van zo'n weekend een systeem te hebben wat je kunt gaan testen. Bijvoorbeeld in een gemeente die daaraan mee wil doen of een provincie die dat wil uitvoeren. Dat is een beetje het idee. Dat lijkt me een fantastisch initiatief, een echt jonge academie project zou ik zeggen. Carolien, dankjewel. Dit waren de eerste 5 nieuwe leden. 5 collega's die, zoals u merkt, staan te trappelen om binnen de Jonge Academie te beginnen. Maar nieuwe aanwas betekent ook altijd afscheid van een andere lichting. En daarom is nu het woord aan de lichting 2016, die terugblikt op wat zij heeft gedaan en op het project De Huiskamer van de Wetenschap. Hey Christian. Hey Stefan. Hey man, mooi hè, die filmpjes. Ja, 5 jaar, die zitten er alweer op hè? Ja man, bizar. Snel gegaan. Hey, vond jij het verrassend dat je werd gekozen?
Ja, eigenlijk wel. Ik zag mezelf toen niet echt als excellente wetenschapper. Maar dat vond ik toen jullie wel. Nee joh, dat had iedereen. Maar ben jij ook niet een beetje slachtoffer geworden van de jonge academie-paradox? Jongen, wat is dat dan weer? Is dat weer een nieuw filosofisch theorietje van onze voorzitter? Nee. Hey, zag ik jou laatst niet op tv trouwens? Ja, dat kan wel. Maar jij bent ook niet echt weg te slaan uit de media, toch? Nee joh, ik zeg zo vaak nee. Maar ze blijven maar komen. Maar hoe dan ook. De jonge academie-paradox is natuurlijk de tegenstelling tussen de gearriveerde onderzoekers die wij zijn met alle beurzen en prijzen. Maar toch vinden we onszelf dat het niet zo belangrijk is. En dat we de hele wetenschap vertegenwoordigen. En dan ook nog een specifiek jonge onderzoekers. Ja, je bedoelt dus de jonge mensen zonder vaste contracten, onzekerheid en hele hoge werkdruk. Ja, precies die. En dat zijn wij toch helemaal niet? Nee, kijk eens naar onze lichting. De subsidies, mooie papers, oraties, vliegen je om je oren. Hey, had jij laatst niet een Fini trouwens? Ja, goed hè. Hey, hoe gaat het met jouw ERC? Ja, gaat goed. Maar dat is dus niet belangrijk. Hè? Als DEA willen we een wetenschap waarbij het minder om supersterren draait. En we willen af van die continue jacht op meer en meer en meer. Nee, dat is ook niet belangrijk. Maar wel lekker, hè? Ja, het is wel fijn om een grote subsidie te hebben. Hey, heb jij die appgroep van de jonge academie nog een beetje gevolgd de laatste tijd? Ja, weet je, Lisbeth is topvrouw van Rotterdam geworden. Ja, wat goed hè. Zij werd daar natuurlijk uitgebreid door alle leden mee gefeliciteerd. Ja, en terecht. Ja, zeker. Maar ook die prijzen zijn ook niet heel belangrijk, toch? Nee. Die prijzen verzieken alleen maar de sfeer in de wetenschap. En sowieso, die werkdruk moet omlaag. Zeker. We werken veel te hard en zijn soms ook min en meer slaaf van het systeem, toch? Ja. Hey, wist jij trouwens dat lidmaatschap van de jonge academie dat eigenlijk helemaal niet verplicht is of zo? Nee, maar wel een enorme eer. Het kost ook wel een hoop tijd. Ja, maar het hoeft dus niet, hè? Ik heb jou de laatste tijd weinig gezien hier, geloof ik. Ja, maar even terug naar die paradox, hè? Moeten we dan niet gewoon loten om de leden tot jongeranje toe te laten? Gewoon een willekeurige greep. Nee joh, dan neemt de KNSW ons totaal niet meer serieus. Die praten het liefst met onderzoekers van enige status. Ja, dat snap ik ook wel. En die hebben natuurlijk een paar mooie prijzen ervoor. Ja, mooi lijkt me dat. Maar wat is het zwaar, hè, in die wetenschap? Nee, maar serieus. Zeker als je geen vaste aanstelling hebt, hè. Voor die mensen moeten we opkomen. Ja, daar doen we het voor. Die voelen zich echt door ons vertegenwoordigd. Ja, maar weet je wat de toekomst is? Team Science. Ja, Team Science. Eindelijk af van al die ego-trippers. Hoe is het eigenlijk afgelopen met ons jaarproject, Stefan? De Huiskamer van de Wetenschap. Ja, de Goed Idee was dat. Dat was met z'n allen. Echt als team zouden we dat gaan doen. Ik had wel het idee dat niet iedereen aan die projecten even hard werkte. Nee, het was wel een beetje een soort stuurloos team eigenlijk. Een heel klein beetje. Misschien hadden we toch een wat duidelijkere leider nodig gehad. Ja, denk ook maar we hebben wel toffe filmpjes laten maken. En volgens mij gaan we er zo nog naar eentje kijken. Dat lijkt me een goed idee. Ja, een heel goed idee. Hey, trouwens, wie vertegenwoordigen wij twee hier nou eigenlijk? Wij denken misschien niet onze hele jaargang. Nee, dit was wel een beetje ons eigen dingetje volgens mij eventjes, ja. Oh, nou. Maar we hebben wel ongelooflijk veel geleerd in die 5 jaar. En ik ben ook ongelooflijk blij met de mooie fles whisky die de jonge academie ons gaf bij het afscheid. Oké. Nou, we hebben natuurlijk ontzettend veel nieuwe vrienden gemaakt. Dat is ook een hele mooie. Hey, in het laatste was nou toch nog een keer niet cynisch, toch? Nee. Alle gekheid op dat figuurlijke stokje. Het was echt een grote eer om lid te mogen zijn. Het was leuk, het was leerzaam. En wij wensen de nieuwe lichting namens de hele lichting 2016 dan ook ontzettend veel succes en plezier bij deze geweldige club. En ik zal je geheimtje verklappen in die WhatsApp-groep van onze jaargang wordt er op dit moment heel erg hard gehuild. We gaan jullie missen. Ja. I, Professor Jeffrey Mosquito, am proud to show, captured on film for the first time, one of the most elusive activities in the busy life of a scientist, doing science. For years, we've been following scientists in the wild. We track the many hours they spend on teaching, advising students, outreach, fixing and breaking stuff in the lab, and of course, their many, many committees. During daytime, they can often be found writing funding proposals. In the nighttime, they review proposals. Some even manage to squeeze in some family life. But when do scientists actually do science? One night,
Discovery seemed within our grasp. Our scientist appeared to prepare for a stay in a cave. She even switched off her smartphone. False alarm. She was devoting herself to an other intellectual tour de force. She worked 76 hours this week, but the online university time tracking form only allows for 38.6. Quite the challenge. But then we had our lucky shot. It seemed like a run-of-the-mill vacation in southern France, but my colleague nevertheless ventured to observe. One night, she noticed the characteristic gestures, excited muttering, staring at the starry sky, scribbling, poring over papers smuggled past her partner. Finally, she made the telltale gesture. Eureka! We could barely contain our excitement. Yes, scientists actually really do science, even if it's in their free time. Now, if you'll excuse me, I will have to meet a committee to explain our travel expenses to La Provence. Dank jullie wel, Christian en Stefan en alle andere leden van de Lichting 2016 voor deze vrolijke, geïnspireerde, maar toch ook wel licht weemoedige terugblik op de afgelopen 5 jaar. Van de blik terug richten we de blik nu weer vooruit op de 5 jaar die de Lichting 2021 nog te wachten staat. We gaan verder met het voorstellen van de nieuwe leden en zijn inmiddels aangekomen bij Giel van Heerwaarden. In mijn onderzoek bestudeer ik de patronen van licht en schaduw die wolken maken aan het landschap. Deze patronen fascineerden al reeds 17e eeuwse schilders, zoals Jacob van Ruisdael, die prachtige schilderijen maakte waarin je Haarlem kon zien en daarvoor een landschap met een mooi patroon van schaduw en licht, gemaakt door een lucht vol met gebroken wolken. Ik vind deze patronen heel erg interessant, omdat er allerlei aspecten van natuurkunde bij elkaar komen. Aan de ene kant moeten we van alles leren over wolkendruppels, dus processen die op de allerkleinste schalen plaatsvinden. En aan de andere kant moeten we iets weten over grootschalige weersystemen. Zo moeten we van alles weten van hoe een wolk er van binnen uitziet. Dus hoe klein zijn de druppeltjes? Of bijvoorbeeld als we ijs hebben, wat voor een vorm hebben de kristallen? En tegelijkertijd moeten we ook iets weten over het weer. In mijn onderzoek probeer ik deze effecten van licht en schaduw beter te begrijpen. Dit doen we op 2 verschillende manieren. In de eerste plaats proberen we de ruimtelijke patronen van licht te meten door kleine meetinstrumenten te bouwen en vervolgens uit te zetten in het veld, zodat we in een ruimtelijke grid kunnen zien hoe wolkenschaduwen zich door het landschap bewegen. Naast metingen in het veld gebruiken we in mijn onderzoeksgroep ook veel 3D-stromingsmodellen. Wij maken onze wolk op de computer. En vervolgens gaan we kijken van wat gebeurt er nu als zonlicht door zo'n wolk propageert. En op die manier kunnen we precies zien van wat worden uiteindelijk de patronen die we aan het landoppervlak vinden. Het uiteindelijke doel van mijn onderzoeksgroep is het beter maken van weersmodellen, zodat we kunnen voorspellen wat de variabiliteit wordt in zonne-energie ten gevolge van wolken. Informatie over variabiliteit in zonne-energie wordt steeds belangrijker. Voor onze netbeheerders is het bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om te weten van op welke schalen en op welke tijd en ruimteschalen dus varieert de zonne-energie. Bijvoorbeeld als je een straat hebt waarin de hele straat zonnepanelen op hun dak heeft gelegd, kunnen onze netbeheerders nu al zien dat als er zo'n piek voorbij komt in zonnestraling, dat bijvoorbeeld de netspanning heel hard omhoog schiet. En deze informatie wordt, als wij steeds meer zonnepanelen op onze daken gaan leggen, steeds belangrijker. Binnen de Jonge Academie zou ik me heel graag bezighouden met wetenschapsbeleid. Bijvoorbeeld op promovendi staat een grote druk om tijdens een proefschrift minstens 3 of 4 papers af te leveren. En vaak, naar mijn mening, is het beter om te investeren in minder papers, maar betere papers, zodat de informatie die geproduceerd wordt voor de wetenschap van de hoogst mogelijke kwaliteit is. Echter worden wij vaak beoordeeld, bijvoorbeeld voor onze tenure-tracks, op de hoeveelheid die wij publiceren. En ik denk dat dit een ontwikkeling is die we moeten proberen te stoppen en ons meer te gaan focussen op kwaliteit. Giel, je hebt het over weermodellen, over pieken in de netspanning, maar ook over Jacob van Ruisdael. En dat vind ik wel verrassend.
ook ergens wel passend bij de Jonge Academie, waar je tenslotte zomaar een kunsthistoricus tegen het lijf zou kunnen lopen die onderzoekt waarom schilderijen met van die woeste wolkenpartijen, als jij liet zien, in de 17e eeuw zo populair waren. Wat voor soort gesprek kan jij voeren met zo'n kunsthistoricus? Oh, dat is een verrassende vraag. Ik denk vooral wat ons bindt, zeg maar, de kunsthistoricus en misschien de meteoroloog, is dat we het ook eigenlijk gewoon heel erg mooi vinden wat we zien. Dus ik vind zelf, behalve dat het natuurlijk een wetenschappelijke vraag ontzettend interessant is, is het ook gewoon heel erg fascinerend om naar een veld van wolken te kijken. Bijvoorbeeld als je naar buiten kijkt, met zo'n typische lucht als die we ook in het schilderij zagen, dan zie je allerlei lichtcontrasten. Je ziet licht, je ziet donker, je ziet allerlei kleuren. En ik denk dat dat wel de verbindende factor is dan. Ik kan mij zomaar een Jonge Academieavond voorstellen rond het thema wolken, waar jij spreekt over de natuurkunde van wolken en een Neerlandicus spreekt over Martinus Nijhoff en zijn gedicht van de wolken. Dat zou de Jonge Academie ten voeten uit zijn. Maar nog een andere vraag. Je zegt dat het beter is om misschien één heel goed paper te schrijven dan drie middelmatige. En toch, ondanks alle goede bewegingen in deze richtingen, vinden we het nog heel moeilijk om die stappen echt te zetten. Dus als jij je daarvoor wil inzetten in de Jonge Academie, om dat te bevorderen, wat zou je willen gaan doen? Oei, ik denk dat het misschien het beste begint. Zeg maar, we moeten dus eigenlijk met in Nederland afspreken, bijvoorbeeld als promovendi beoordeeld worden, dat er een soort van maatstaf is van wanneer is het goed genoeg. En ik merk nu nog heel erg bijvoorbeeld op de universiteiten van het is toch vaak papers tellen en ik denk dat we veel meer moeten toewerken naar op de een of andere manier te kunnen vastleggen van hoe kun je kwaliteit ook meten op een andere manier. En ik vind het een lastige vraag om precies te beantwoorden. Dat is eigenlijk precies het soort werk dat ik graag zou willen doen in de Jonge Academie. En ik heb er ook nog niet echt een precies antwoord op. Maar het thema staat ook hier volop in de belangstelling. Dus dat gaat vast helemaal goed komen. Ik hoop Dankjewel, het, ja. Giel. We gaan van Wageningen naar Maastricht. Het woord is aan Lisa Hendricks. Ik doe onderzoek of je kunt voorspellen welke patiënten met longkanker uitzaaiingen in de hersenen gaan krijgen. Hoe je die hersenmetastase kunt voorkomen. En als ze er zijn, hoe je ze zo goed mogelijk kunt behandelen. Wat mij drijft is de impact die hersenmetastase op patiënten met longkanker hebben. Eerst komt de klap dat iemand longkanker heeft en daarna ook nog de boodschap dat de kanker in het hoofd zit. Dat kan heel beangstigend zijn voor mensen. Soms lijkt zo'n uitzaaiing zelfs helemaal uit het niets te komen. En er zijn twee theorieën hoe die uitzaaiingen dan toch ontstaan. De eerste is dat de uitzaaiing al microscopisch aanwezig is bij initiële diagnose van de longkanker, maar nog niet met het blote oog zichtbaar op normale beeldvorming. Ik probeer nu met geavanceerde beeldvormende technieken te onderzoeken of je dan toch kan voorspellen wie uiteindelijk hersenmetastase zal ontwikkelen. De andere theorie is dat de primaire longkanker al voorgeprogrammeerd is om in de toekomst uitzaaiingen in bepaalde organen te laten ontstaan. Ik probeer wederom met geavanceerde beeldvormende technieken en weefselanalyses te voorspellen welke patiënt hersenmetastase zal krijgen. Mijn uiteindelijke doel is om een goed voorspelmodel te maken welke patiënt een verhoogd risico heeft op hersenmetastase, om zo uiteindelijk de behandeling te personaliseren of een meer intensievere follow-up te bieden. Mijn doel binnen de Jonge Academie is om enthousiasme voor wetenschap uit te stralen en me sterk te maken voor vroeg loopbaanbeleid, om mensen te enthousiasmeren en te behouden voor een academische carrière. Bijvoorbeeld in de medische wereld wordt het steeds moeilijker om klinici te behouden voor een academische carrière. Dit kan bijvoorbeeld komen door een toegenomen werkdruk, meer administratielast, hierdoor een verstoorde werk-privébalans, gebrek aan ondersteuning, maar ook een gebrek aan rolmodellen. En ik heb zelf gemerkt dat laatste heel belangrijk is om gemotiveerd te blijven. Ook het nieuwe erkennen en waarderen beleid is belangrijk om wetenschappers te behouden voor een academische carrière. En binnen de Jonge Academie wil ik me sterk maken voor dit beleid, ook voor artsonderzoekers. Lisa, ik hoor jou spreken over drijfveren,
over de emotionele impact van hersenmetastases op patiënten met sowieso al een ernstige boodschap. Ik hoor je spreken over werk-privé-balans, over rolmodellen. Dat zijn eigenlijk best allemaal persoonlijke thema's. En ik vroeg me af, is dat wat jou betreft een soort bewuste correctie op het beeld van wetenschap als analytisch, onpersoonlijk, evidence-based? Het is niet bewust, denk ik, persoonlijk. Maar ik denk dat heel veel artsen toch vanuit een drijfveer om patiëntenzorg te verbeteren, om mensen te helpen, en dat hoeft niet per se beter te maken te zijn, maar wel zo goed mogelijk te behandelen en voor te lichten en ja, te hopen dat mensen de doelen die ze nog hebben kunnen halen, om dat zo goed mogelijk te doen. Dus ik denk dat dat een persoonlijke drijfveer is. En ook binnen onderzoek, ik denk juist als je goede patiëntenzorg wil bieden, dan moet je je bewust zijn van onderzoek, van de valkuilen daarin. Hoe je dingen binnen een onderzoek kan interpreteren en implementeren. En ik denk dat zijn bij mij de drijfveren voor onderzoek en voor patiëntenzorg en om dat te combineren. Nu heb jij het specifiek over het belang van rolmodellen, waarvan je zegt die houden mij geïnspireerd en gemotiveerd. En ik probeer me daar een beeld van te vormen. Naar wat voor soort mensen kijk jij op of zie jij als een soort rolmodel? En hoe helpen die jou dan in jouw concrete leven als arts en onderzoeker? Ik denk mensen die zowel goed in patiëntenzorg als in onderzoek zijn, maar die dat dan ook kunnen uitdragen naar anderen. Bijvoorbeeld die mensen gemakkelijk op weg kunnen helpen door wat tips te geven van ga hier eens kijken, ga daar eens kijken. Heb je aan die relatie gedacht en dat je dan verder kan? Maar ik denk ook rolmodellen van, ook in de medische wereld is het ja zoveel mogelijk grants, zoveel mogelijk publiceren, op zoveel mogelijk congressen staan. En ook mensen die laten zien hoe je daarbij nog een privéleven kan hebben. Die kunnen laten zien dat je niet alles hoeft te doen. En ook mensen die eigenlijk in een team werken, dus niet alleen op het podium staan, maar die ook andere mensen de kans geven. En dat je uiteindelijk zo als team verder gaat. En dat zijn voor mij de goede rolmodellen. Dus rolmodellen helpen ook om grenzen te bewaken, om nee te zeggen, ten einde jouw prioriteiten de aandacht te geven die ze verdienen. Ja, mooi, belangrijk. Lisa, dank je wel. Het volgende nieuwe lid dat zich voorstelt is Jeroen Leijten. Het verkorten van donororgaanwachtlijsten, het verminderen van dierproefexperimenten en het behandelbaar maken van ongeneeslijke ziektes. Dat zijn uitdagingen waarvoor de weefselbouwkunde concrete oplossingen kan bieden. Weefselbouwkunde is de kunst waarmee we in het laboratorium nieuwe levende weefsels en organen kunnen maken. En deze organen moeten natuurlijk goed functioneren. Liefst net zo goed als onze eigen gezonde organen. En daar ligt op dit moment de uitdaging. We kunnen wel nieuwe organen maken, maar deze werken nog niet zo goed als onze eigen natuurlijke organen. Mijn werk draait om het oplossen van deze uitdaging. En dat doe ik door nieuwe microtechnologieën te ontwikkelen, waarmee we een betere structuur in organen kunnen aanbrengen. Want een betere weefselstructuur, zoals geïntegreerde bloedvatstelsels, leidt inherent tot een betere orgaanfunctie. Deze technologieën, dan kunt u denken aan nieuwe 3D-printtechnieken of inkten waarmee organen geprint kunnen worden, microfluidische machientjes die cellen bijvoorbeeld kunnen coaten met ultradunne laagjes materiaal, zodat ze goed beschermd zijn in ons menselijk lichaam, en ook nieuwe slimme dragermaterialen die cellen zowel in ruimte als in tijd kunnen stimuleren tot het wilde gedrag. Om deze doorbraken te kunnen realiseren, combineren we onze kennis en kunde vanuit vele disciplines, zoals de bouwkunde, chemie, anatomie en biologie. Dat maakt dit vak erg leuk door deze combinatie, maar ook erg dynamisch. Binnen de Jonge Academie wil ik bijdragen aan het tracé wetenschapsbeleid en specifiek het zoeken naar een gezonde balans tussen de projectivisering van de wetenschap en het volgen van lange termijnsvisie. Het plukken van laaghangende vruchten is zowel logisch en gewenst, maar we moeten ook voldoende fundamentele zaden zaaien om onze wetenschappelijke tuin gezond te houden. Jeroen,
weefsels bouwen met 3D-printing en andere zeer geavanceerde technieken. Dat klinkt als een tak van wetenschap die de geneeskunde echt kan gaan veranderen. En nu zeg jij dat op dit moment de afstand tussen echte en nagemaakte organen nog heel groot is. Is er nou één orgaan waarvan jij denkt, daar gaan onze wetenschappelijke vindingen het eerste een verschil maken? Daar is de kans op succesvolle innovatie het grootst? Er zijn er een aantal verschillende. En dat zijn eigenlijk degene waar het meeste funding achter zit. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld verschillende behandelingen voor kanker, waar een stuk van een weefsel wordt uitgesneden. Of bijvoorbeeld brandwonden of gecompliceerde botfracturen. Of het vervangen van bijvoorbeeld je eilandjes van Langerhans, je pancreas, voor het behandelen van diabetes. Dit zijn ontzettend dure ontwikkeltrajecten. Dan moet je echt denken aan honderden miljoenen tot een paar miljard. Dus degene die het snelste doorheen kunnen, zijn ook degene met de grootste funding erachter. Dus de grootste problemen, die zullen het hardste lopen. De grootste problemen gaan het hardste lopen, zoals wel vaker in de wetenschap en in de geneeskunde. Nu heb je het over doorbraken in jouw tak van wetenschap, maar ik was benieuwd ook naar jouw eigen wetenschappelijke carrière tot zover. Wat zijn in jouw werk tot nu toe eureka-momenten geweest? Momenten waarop je echt een gat in de lucht sprong? Een van de leukste dingen die we hebben kunnen doen is stamcellen in bepaalde richtingen duwen, gebruikende hele simpele methoden. Dus dan kan je bedenken, hoe kan je een kraakbeen waar je op loopt uit een stamcel krijgen? Of hoe krijg je er een stuk bot uit? Het skelet. En daar zijn we eigenlijk achter gekomen dat je dat kan doen door gewoon heel simpel met de zuurstofspanning te spelen. Dus denk aan gewoon hoeveel bloed komt ergens bij, hoeveel zuurstof komt daarbij. En dan zie je dat opeens stamcellen zich fundamenteel anders gaan gedragen. En dat je dan bijvoorbeeld ook richting een genezing kan gaan. Die lijkt op bijvoorbeeld een botbreuk of het niet gerepareerde botbreuk, dus een permanente botbreuk. Dat kunnen we gaan sturen, gebruikende hele simpele natuurlijke mechanismen. En dat is ontzettend spannend. En daar hebben we een aantal doorbraken in gemaakt, om hoe dat te bewerkstelligen. Dank je zeer, Jeroen. We gaan door met Cynthia Liem. Hallo uit Delft, vanuit de stoel waar ik normaal mijn studenten inzet. Ik was hier ook ooit student informatica, terwijl ik daarnaast aan het Conservatorium van Den Haag opgeleid werd tot klassiek pianist. En het was verrijkend om die twee wereldbeelden in mijzelf te hebben. Als muzikus zocht ik altijd naar interessante nieuwe muziek om te spelen. Veel collecties werden niet alleen maar fysiek, maar ook digitaal bereikbaar. Maar dan had ik nog een veel grotere collectie om te doorzoeken, waarbij ik niet één voor één door alle items online heen kon gaan. En hier kon algoritmische technologie helpen om te filteren, te prioriteren, mij te helpen ontdekken wat ik nodig had. Daarom werd ik actief op het gebied van zoekmachine en aanbevelingstechnologie. Maar nog steeds waren mijn eisen als muzikus erg hoog. Ik wou niet de algemene abstracties of de noten die gespeeld werden weten, want dat wist ik al. Ik wou weten wat mensen daarmee deden, hoe die muziek werd geïnterpreteerd en hoe ik met name de perspectieven die ik zelf niet kon vinden, kon bereiken. Muziek die ik niet kende en die toch de moeite waard zou zijn om te spelen. Dat is voor datatechnologie vaak vrij ingewikkeld. Het is technologie die ingesteld is om grote patronen te herkennen en te versterken. En ik probeer in mijn onderzoek juist de nuance daaromheen ook mee te krijgen. En te werken aan mechanismen die ons als mensen helpen om beter in te schatten of een systeem daadwerkelijk doet wat wij willen dat het doet. Dat doe ik niet alleen maar in muziek, maar nu ook in andere toepassingen, breder in de publieke sector. Bijvoorbeeld ook rondom beslisvorming, waar mogelijk kwaadaardige vooroordelen van mensen per ongeluk toch ook in een systeem kunnen belanden met de nodige gevolgen. Ik ben blij dat ik nu onderdeel ben van de Jonge Academie, want dit staat mij toe om veel meer met andere mensen in gesprek te gaan. Mensen, mede-academici die niet in mijn vakgebied zitten, maar ook misschien wel de mensen die mogelijk geraakt kunnen worden door de systemen waar ik aan meewerk. En ik zou heel graag met hen in dialoog gaan, opdat de technologie waar we aan werken inderdaad verantwoord gaat kunnen worden ingezet. Cynthia, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Een zoekmachine die jou helpt om een onbekend pareltje te vinden
in de collecties van het Nederlands Muziekinstituut. Dan helpt ICT jou als pianist. Maar omgekeerd, wat doet de pianist in jou met de wetenschapper in jou? Hoe voelen die elkaar? De pianist in mij is heel kritisch en probeert elke keer iets nieuws te interpreteren. En dat is een beetje in conflict met de wetenschapper in mij. Ik ben ingenieur, ik zit op een meer natuurwetenschappelijk georiënteerd veld, informatica. Dus daar spreek je, zoals ik zei in het filmpje, ook heel erg in abstracties en objectiviteit. En daarmee omgaan, daar de balans tussen vinden, toch iets uit een net iets andere hoek bekijken. Pianist zijn heeft mij in dat opzicht veel meer interdisciplinair gemaakt qua perspectief. Veel meer doen nadenken over wat ik doe, in de praktijk doet, wat het met mensen en met publieken doet. Ook nog eventjes over de plannen voor de Young Academie, zoals jij die presenteert. Als jij met burgers in gesprek wil gaan, dan denk ik aan een vorm van citizen science. Maar kun je je idee iets toelichten? Hoe gaan burgers jou concreet helpen, denk je? Ja, het is zeker in de citizen science hoek, maar ik zoek hier echt naar participatie. Dus wat je veel ziet in de datawereld is dat de providers en de infrastructuren zitten vaak bij partijen met toch wel veel macht. Veel ook in de publieke, niet in de publieke, maar in de private sector. Terwijl mensen die geraakt worden ook vaak niet worden meegenomen in die modellering. Anders waren ze niet geraakt. Je ziet het buiten technologie ook bijvoorbeeld in het verhaal van de toeslagenaffaire. Daar zijn dingen gemodelleerd, systeem geworden. En zijn juist mensen geraakt die niet echt meepraten en ineens een minderheid bleken die enorm geraakt werd in de praktijk. Dus ik zit vooral te zoeken daarnaar. Naar opnieuw eigenlijk de mensen die we nu niet zien, de mensen die we nu niet aan tafel hebben. En ik zie dus in de Jonge Academie veel mooie initiatieven om inderdaad echt gewoon het veld in te gaan. De buurthuizen, de weekendscholen. Dus laten we via daar eens kijken hoe mensen tegen die technologie aankijken. En laten we hen nou eens wat vaardiger maken om ook volwaardig mee te kunnen spreken. En algoritmes niet als iets bovenmenselijks te zien, wat alleen maar bij ons als experts komt te liggen. Dat zou ik heel graag willen. Fantastisch, dankjewel Cynthia. Van Delft gaan we naar Groningen. En het woord is aan Michael Vos. Ik doe onderzoek naar openbare orde en veiligheid. En dat betekent dat ik me richt op de mensen die in de marge van de maatschappij leven en werken. En dat zijn bijvoorbeeld prostituees, sekswerkers, maar ook voetbalhooligans. Het gaat over outlaw motorcycle gangs zoals de Bandidos of de Hells Angels. Ofwel huisjesmelkers. En nu kijk ik veel naar mensen die uit hun huis worden gezet. Die problemen hebben om een huur te betalen of een hypotheek te betalen. En ik wil dan weten in hoeverre het recht die mensen helpt en of dat een beetje werkt. Dus ik kijk naar de effectiviteit van mensenrechten. Ja, mij fascineert om hele oude soort data, uitspraken van rechters, te bekijken met nieuwe methoden. Ik kijk nu bijvoorbeeld veel naar huisuitzettingen en dat gaat bijvoorbeeld in Nederland alleen al om meer dan 20.000 uitspraken per jaar. Die kunnen we nooit allemaal met de hand bekijken, dus ik gebruik computertechnieken uit de data science om dat te bestuderen. En we vragen ons dan bijvoorbeeld af, lukt het om met de computer de uitspraak te voorspellen? En nog belangrijker, als we dan die voorspellers vinden, wat leren die ons? Zien we bijvoorbeeld dat die voorspellers refereren aan mensenrechten? Zien we dat mensenrechten impact hebben in die procedures? En die combinatie tussen oude soort data, uitspraken en nieuwe soort technieken, die data science technieken, dat is fascinerend. Ik hoop heel erg dat mijn onderzoek ook echt iets voor de samenleving doet. Ik onderzoek of mensenrechten mensen in die marge echt helpen. Mijn onderzoek kan laten zien waar het misgaat en waar het goed gaat. Dus we kunnen kijken waar kunnen we van leren, wat moeten we verder doen en waar komen mensen in de verdrukking. En dat zien we zowel in die huisuitzettingenzaken, maar bijvoorbeeld ook in de situatie van sekswerkers. Kunnen we mensen beschermen tegen mensenhandel en uitbuiting? En ik hoop dat mijn onderzoek daaraan bijdraagt. Binnen de Jonge Academie zou ik graag met de leden van de Jonge Academie, maar ook met andere wetenschappers, wijken in willen gaan. En kijken wat mensen in die wijk weten van wetenschap, wat ze vinden wat wetenschappers zouden moeten doen en wat wij kunnen leren van die mensen. En zo de interactie tussen gewone mensen in wijken die hun dagelijks leven leiden en wetenschappers die binnen de academie actief zijn, met elkaar in contact te brengen. En als me dat zou lukken in deze Jonge Academie tijd, dan is het voor mij een geslaagde tijd. Michael, het doet me deugd om in jouw filmpje een flart te zien van het gebouw waarin ik ooit mijn proefschrift schreef.
Jij wilt dus de wijken rond dat Groningse Harmoniegebouw intrekken. Liefst samen met andere leden van de Jonge Academie. En dat dan niet om mensen te vertellen wat wetenschap is, maar om van hen te leren. Wat zouden jij of ik nu concreet kunnen leren van mensen die misschien helemaal niet zo'n beeld hebben van wat wetenschap is? Nou, ik denk heel veel. Ik zou trouwens niet alleen in Groningen willen kijken, hoor. Ik zou juist ook naar andere wijken in Nederland willen gaan. Maar we kunnen heel veel leren van die mensen. Ik denk toch dat wij vaak toch wel in onze bubbel zitten als wetenschappers. En dat wij ook veel kunnen leren van die mensen. Onder andere van waar ze tegenaan lopen. Wat er onder de oppervlakte gebeurt. Wat er niet in de openbare data te vinden is. Bijvoorbeeld in mijn eigen vakgebied, heel veel van die huisuitzettingen blijven een beetje onder de oppervlakte zitten. Mensen gaan dan vrijwillig hun huis uit, terwijl ze dat helemaal niet vrijwillig doet, maar dat wordt aan geen enkele rechter voorgelegd. En dat is problematisch, dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien in die toeslagenaffaire, waarin toch heel veel onder de oppervlakte blijft. En als je echt met mensen gaat praten, ook als wetenschappers, kan je achter dat soort problemen komen. Als ik jou nu hoor praten over mensen die bijvoorbeeld hun huis zijn uitgezet, dan krijg ik de indruk dat, dat dit type juridisch onderzoek geboren wordt uit, laten we maar zeggen, voeling met de samenleving, in de brede zin van het woord. Hoe belangrijk denk je dat zo'n voeling met de samenleving is? Is dat een voorwaarde voor goed juridisch onderzoek bijvoorbeeld? Nou, dat denk ik wel. Het recht is overal om ons heen. Dus als je dan zegt, nou, ik heb helemaal geen enkele feeling met die samenleving, ja, dan kan je volgens mij geen goed juridisch onderzoek doen. Ik denk wel dat mijn onderzoek zich specifiek erop richt om ook echt iets te doen voor die mensen. Kijken hoe kunnen we het leven van die mensen verbeteren en helpt het recht daarbij? En als het wel helpt, wil ik als wetenschapper verklaren waarom dat dan lukt. En als het niet lukt, wil ik ook kijken waarom lukt dat nou niet. Dus ja, ik ga graag die wijken in. Ik ben ook in eigenlijk al die wijken wel geweest in Nederland. En ik vind het hartstikke leuk. En ik neem graag de andere wetenschappers op sleeptouw om daar ook naar die mensen te gaan luisteren en kijken wat ze ons kunnen vertellen. Heel goed, dankjewel Michel. Als ik deze 10 nieuwe leden nu zo hoor, dan vervult mij natuurlijk de weemoed die hoort bij de status van alumnus. Wat zou het leuk zijn om deze gesprekjes voor te zetten? Daar zijn aanknopingspunten genoeg voor. Maar voor nu zeg ik, dank jullie wel voor je enthousiasme. Ik wens jullie 5 heel mooie jaren toe. Laat alsjeblieft veel van je horen. Ik geef nu het woord aan de president van de KNAW, Ineke Sluiter. Ja, het moment is gekomen. Nog niet zo heel lang geleden installeerden we de vorige lichting. En toen moesten we nog erg wennen aan alle lockdown-condities. Ik zat dus thuis, net als jullie allemaal, achter de computer. De postbode belde hardnekkig door mijn toespraak heen. En ik had geen gong. Ik heb mij toen moeten behelpen met een klein koeienbelletje dat mij welwillend ter hand werd gesteld door mijn echtgenoten. Maar vandaag is het het echte werk. Er is een installatiehandeling en op het moment dat ik de gongslag uitvoer, zijn jullie 10 schitterende wetenschappers, ik heb met heel veel plezier naar de filmpjes gekeken, officieel lid van de Jonge Academie. Heel veel geluk daarmee. Dankjewel, Ineke. Wij heffen het glas en doe graag thuis met ons mee. Dankjewel. Kom erbij. Op 5 mooie, inspirerende, succesvolle jaren. Proost. Dank jullie wel. Wij gaan afscheid nemen van de lichting van 2016. Want dat is het onvermijdelijke gevolg van deze 10 nieuwe leden, dat we er ook 10 gedag moeten zeggen. De lichting 2016.
Wat een jaar. Ik weet wel dat kwantitatieve indicatoren een beetje een slechte naam hebben gekregen. Maar ik wil toch even zeggen, jullie kwamen hier binnen als 9 universitair docenten, hoofddocenten en 1 hoogleraar. Jullie gaan weg als 10 hoogleraren, of bijna hoogleraren, heb ik uit betrouwbare bron. Jullie lichting heeft 3 bestuursleden geleverd, waarvan 1 voorzitter, mijn voorganger. Jullie lichting bevat ook 1 Roemeense ridder, die bovendien ook lid is van het Comenius-netwerk. 1 net niet ster-psychiater. Ik heb een waslijst van activiteiten gezien waar jullie allemaal in hebben meegedaan. Dat waren er ruim meer dan 10, dus dat was indrukwekkend. Ik richt me graag in mijn rol als voorzitter nog 1 keer tot jullie persoonlijk allemaal. En ik wil iets zeggen van wat jullie gedaan hebben en wat ik van jullie geleerd heb of wat ik zo in jullie gewaardeerd heb. Pieter Bruinings. Ik heb van jou eigenlijk geleerd hoe je rustig, deskundig en betrouwbaar kunt zijn. Jij bent er gewoon altijd en doet wat er moet gebeuren, zonder dat je daar heel veel rugbaarheid aan geeft of daar heel druk over doet. En dat is eigenlijk fantastisch. Het is zo fijn om met jou samen te werken. Dus we werken nu nog samen in een project over financiering van wetenschap, de invloed van externe financiering. En dat is prima. Je hebt, en dat wil ik hier toch even noemen, jij zat in de Lustrum-commissie. En natuurlijk is ons Lustrum vorig jaar niet doorgegaan. Dus dat is buitengewoon treurig, maar je werk daarvoor is niet minder gewaardeerd. Dus dank daarvoor. Tatjana Filatova, jij hebt een ledendag in Twente georganiseerd, waar ik nog warme herinneringen aan heb. Je bent druk bezig geweest met een project over do's en don'ts voor promovendi die hun eigen financiering meenemen uit het buitenland. Daar komt binnenkort nog een mooie publicatie aan, dus daar zien we naar uit. En je bent ook heel erg betrokken geweest bij discussies die we hadden over erkennen en waarderen en de publicatie Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen. En wat ik bij jou altijd meende te zien was een hele sterke persoonlijke betrokkenheid en ook een soort zorgende of een houding van je geeft echt om die promovendi uit het buitenland, om de carrière. Ik bedoel, daar meende ik altijd een hele sterke gedrevenheid te zien. En dat is ongelooflijk belangrijk in de academie, want dat vergeten we te gemakkelijk, te vaak. Dus dank je wel. Alexandru. Jij hebt meegewerkt aan het Mundus-spel, om dat digitaal te maken. Nou, dat is een lang traject geweest, maar ik geloof dat het uiteindelijk goed gaat komen. Ik zei het al even, je bent ook je bent een Roemeense ridder. Ik vind dat een buitengewoon fascinerend en indrukwekkend gegeven, dus ik noem het gewoon nog een keer. maar dat is natuurlijk niet voor niks. Je hebt je ook enorm ingezet buiten de Jonge Academie voor de Roemeense gemeenschap in Nederland. Dus een hele sterke maatschappelijke betrokkenheid. En dat is natuurlijk prachtig. Dus wat ik ook van jou heb geleerd, jij legt altijd de nadruk op team science in je eigen werk, je samenwerking met anderen, maar op allerlei plekken. En je bent natuurlijk als voormalig docent van het jaar ook heel erg betrokken op onderwijs. En ik denk bij jou ook altijd vooral aan, je bent eigenzinnig, maar op een hele goede manier, op een constructieve manier. Je weet wat je wil, je schaamt je er niet voor om dat te zeggen en dat helpt eigenlijk altijd. Jason Hessels, jij bent voorzitter van het Tercé Internationalisering geweest. Je hebt je ook veel ingezet voor internationalisering in de Jonge Academie. Onder andere ben je eigenlijk de laatste dagen zelfs nog weer druk geweest om die Guide to Dutch Academia te gaan updaten. Een heel handige gids die we hebben uitgebracht voor buitenlandse wetenschappers die in Nederland terechtkomen. En soms ook wel voor Nederlandse wetenschappers die nog een beetje hun weg moeten vinden. Je hebt een ledenweekend georganiseerd. We zouden eigenlijk, en dat is ook zoiets wat zo jammer is dat het niet door kon gaan, nog op bezoek gaan bij Astron in Dwingelo. En daar zou jij ons gaan rondleiden. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat we dat nog een keer kunnen komen inhalen, Jason. Dat zou fantastisch zijn. En bij jou denk ik ook altijd aan een pleitbezorger van ongebonden onderzoek. Dat heb je recent ook nog weer op bijeenkomsten gedaan met beleidsmakers. Dus dat is natuurlijk belangrijk en is zeer gewaardeerd altijd. Lisbeth van Rossum kon er helaas vanmiddag niet bij zijn. Maar ik wil toch ook even haar bedanken. Ze heeft allerlei inhoudelijke projecten gedaan over stress, over burn-out. Ze was ook nog, naast de Jonge Academie, een poosje voorzitter van de Erasmus Young Academy. En ik herinner me haar altijd als iemand die vol zat met leuke ideeën over kennisbenutting, over wetenschap en maatschappij, van alles en nog wat. En
ze is natuurlijk ook ontzettend maatschappelijk actief in het Nationaal Preventieakkoord. Daar is volop in bezig geweest, steeds de nadruk gelegd op problemen rond obesitas en hoe we die op een goede manier kunnen oplossen. Als de mensen die meekijken haar boek Vet Belangrijk niet kennen, nou, bij deze dan. Van harte aanbevolen. Rens van der Schoot. De Huiskamer van de Wetenschap, de filmpjes, ze zijn al even langs geweest. Je bent sterk betrokken geweest bij Kennis op Straat. Je hebt volgens mij heel veel lezingen al te geven op basisscholen overal in Nederland. Jij leek me ook altijd een onverwoestbare optimist. En wat me ook altijd bijzonder aansprak, jij had altijd allerlei fantastische ideeën over wat je met studentenassistenten voor elkaar kon krijgen. En dat bleek veel meer te zijn dan ik ooit had kunnen verzinnen. Dus ik heb daar een heel grote bewondering voor, hoe je dat altijd creatief en slim wist te organiseren. En je kreeg er fantastische resultaten mee. En één ding wil ik toch ook even noemen, omdat ik dat ook zo'n indrukwekkend project vind. Jouw project over active learning for systematic reviews. Dus kunstmatige intelligentie, AI inzetten om in de wetenschap sneller, makkelijker systematische reviews te kunnen doen. Die belangrijke projecten waarbij we alle kennis op een gebied proberen te verzamelen en proberen het samen te vatten en daar conclusies uit te trekken. Jij maakt die projecten makkelijker en beter. Dus fantastisch werk. Benham, jij bent bestuurslid voor internationalisering geweest. Je bent altijd druk bezig geweest met interdisciplinariteit, transdisciplinariteit en ook een ongelooflijk belangrijk project en ook zo'n hartverwarmend project eigenlijk. De Hestia-beurzen voor gevluchte wetenschappers ben jij volop betrokken bij geweest bij MWO om dat mogelijk te maken. En nou ja, heel erg goed werk. Echt complimenten, fantastisch. Duurzaamheid, eigenlijk er stond een enorme lijst achter jouw naam, viel me op. Je was gewoon ontzettend actief. Wat ik me in ieder geval herinner is dat ik jou ooit voor het eerst ontmoet heb in Delft toen ik bijna klaar was met mijn promotie. En ja, toen heb ik je een poos uit het oog verloren, maar bij de Jonge Academie kwam ik je weer tegen. En dat betekende in ieder geval dat je mij had ingehaald, want jij was dus al binnen voordat ik hier binnen was. Pardon. Dus Benham, ook jij ontzettend bedankt voor al je werk in de Jonge Academie. Christian Vinkers, jij hebt meegewerkt aan allerlei interdisciplinaire projecten binnen de Jonge Academie over stress, over burn-out. Daar ben je eigenlijk ook heel vaak over in de media als het gaat over stress, burn-out of depressies op het nieuws, noem maar op. Wat ik me van jou vooral ook herinner is jouw, mag ik het zo noemen, nuchtere realisme in de vergaderingen. Jij zei altijd, oké, laten we nadenken over wat we willen gaan bereiken. We moeten hier resultaatgericht aanpakken en geen huilie-huilie rapporten schrijven. Nou, dat advies nemen we ter harte ook nadat jij vertrekt. Stefan van der Stichel, ook bestuurslid geweest voor wetenschap en maatschappij. Bekend van onderzoek naar aandacht en concentratie. Je hebt daar een aantal hele mooie boeken over geschreven die afgelopen jaar nog eigenlijk extra actueel werden ook, omdat we natuurlijk zoveel moeite hadden om ons te concentreren achter onze thuiscomputertjes en niet meer op kantoor. Je hebt ledenweekenden georganiseerd tot twee keer toe. Jij had volgens mij ook het goede idee om daar heel veel kamerleden op het diner op zo'n ledenweekend uit te nodigen, wat ontzettend leuk en interessant was. Jij was ook een van de breinen achter die werkgroep Verkiezingen en Politiek, waar we ontzettend leuk en goed werk mee hebben gedaan en veel Kamerleden mee hebben kunnen ontmoeten. Dus ook daarvoor dank. Een slimmer of korter academisch jaar ben je ook volop mee bezig geweest. Wat ik me van jou altijd herinner is hoe nadrukkelijk jij zegt, luister, we kiezen ook gewoon heel veel dingen zelf. Dus als we praten over werkdruk, laten we ook niet vergeten waar we zelf allemaal ja tegen zeggen. Dat is me altijd bijgebleven en ik weet niet of ik er veel van geleerd heb, maar ik probeer er toch vaak aan te denken. Dus ook jij bedankt. En last but not least, Belle Derks, mijn voorganger als voorzitter van de Jonge Academie. Nou ja, daarmee heb ik natuurlijk eigenlijk al meteen gezegd dat je ontzettend veel werk voor de Jonge Academie verricht hebt. Aan heel veel dossiers meegewerkt. Ik noem er nog een paar een keer. De inbrengsgarantie bij NWO. Diversiteit is natuurlijk een thema waar je niet alleen vanuit je inhoudelijke expertise, maar ook als voorzitter van de Jonge Academie heel veel goed werk voor hebt verricht. Uitbreiding van het promotierecht. Pleidooi je tegen het supersterrenmodel. De commissie van Rijn speelde zich af. Dat rapport kwam uit toen jij voorzitter was. Daar heb je natuurlijk sterk tegenaan bemoeid. Voorzitter van de selectiecommissie geweest. En het afgelopen jaar, toen je voorzitter af was, heb je nog weer meegewerkt aan het onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op verschillende soorten wetenschappers en hoe die effecten verschillend uitpakken voor verschillende soorten wetenschappers.
Ik zal niet nog een keer dezelfde anekdotes vertellen om jou een plezier te doen. Dat heb ik bij eerdere gelegenheden wel gedaan. Wat ik van jou heb geleerd is in ieder geval beter nadenken over diversiteit. Daar heb ik echt heel veel van geleerd. En ik heb van jou als voorzitter ook geleerd hoe belangrijk het is om, zoals in het Engels zeggen, to keep your eye on the prize. Dus vraag je af wat je prioriteiten zijn en maak je druk om de dingen die echt prioriteiten zijn en de rest gewoon laten gaan. Dus Lichting 2016, heel hartelijk bedankt en we nemen afscheid van jullie met pijn in onze harten. Ik kan het niet anders zeggen. Dank jullie wel. Goed, dat brengt ons bij het einde van deze bijeenkomst. En voordat we gedag zeggen, wil ik nog onze externe gast Herman Paul heel hartelijk bedanken voor zijn inzet vanmiddag. We gaan het even, dankjewel. Herman, heel fijn dat je hier vanmiddag bij ons kon zijn en wilde zijn. En heel hartelijk dank voor de oprechte, interessante en stimulerende manier waarop je ons hebt laten kennismaken met de nieuwe leden. En als blijk van waardering geef ik jou op veilige afstand deze bedankjes. Dankjewel. Graag gedaan. Goed, dames en heren, dit was het. We hebben 10 nieuwe leden. We hebben afscheid genomen van de oude leden. Ik dank u allemaal voor uw aandacht. U kunt deze bijeenkomst later nog terugkijken op YouTube. Hij wordt daar beschikbaar gemaakt voor als er misschien tussendoor technische problemen waren, kunt u hem daar integraal nakijken. Ik wens u allemaal nog een fijne avond en hopelijk tot ziens in het Triphuis in betere tijden of anders online. Dank u wel.